Hey, welkom terug bij een nieuwe video van Renato Training. En ik heb een vraag gekregen van Tom. Tom vraagt: hey Renato, ik keek vroeger al die video's en ik heb er laatst ook nog één gezien. En ik heb eigenlijk een vraagje, hoop dat je tijd hebt om hem te beantwoorden, of course. Ik doe maandag borst en triceps. Veel opdrukoefeningen, 200 totaal. Dat is veel. Triceps, dips en zo, oké. Dinsdag doe ik rug, biceps, pull-ups, chin-ups en woensdag schouders. Kan ik donderdag weer hetzelfde doen wat ik maandag heb gedaan, dus borst, triceps. Ik hoop dat ik mijn vraag duidelijk heb gesteld. Hey Tom, ja, duidelijke vraag. Oké, dus je hebt maandag heb je dus push, borst, triceps. Dinsdag pull, biceps, rug, biceps en dan woensdag schouders. Oké. Of je donderdag weer die push kan doen. Ja, dat kan. Hangt een beetje vanaf wat je voor schouders doet. Snap je? Woensdag doe je schouders. Dus als dat ook allemaal pressoefeningen zijn, waarbij je dus ook de triceps gebruikt. Ja, dan die triceps die doe je dan donderdag weer. Ik zou zelf kiezen voor vrijdag, zodat je een dagje extra rust hebt. Omdat schouders eigenlijk ook push is. Hè? Alleen schouders is meer push verticaal. En borst en triceps, borst is push horizontaal. Ja, en triceps is triceps. Kijk, als je voor schouders vooral oefeningen doet waarbij je dus niet drukt, hè, dat kan hè, met de lateral raises, front raises, back raises, dan kan het in principe wel. Alleen, ja, donderdag is natuurlijk ook weer tricepsdag en borstdag en er zit stiekem ook veel schouders in. Hè. Dus ik zou zelf, Tom, zou ik die pushdag verzetten naar vrijdag. En dan kun je op donderdag, als je toch wilt trainen op donderdag, kun je bijvoorbeeld abs doen, core natuurlijk, of iets van benen. Maar ja, goed, ja, ik ben sowieso goed bezig, Tom. Hè? Dus maandag borst, triceps, dinsdag rug, biceps, woensdag schouders. En kijk, dan donderdag weer dan borst, triceps doen. Kan, maar het hangt dus vanaf wat je met voor schouders zit. Als het ook allemaal push is, dan zou ik die naar vrijdag zetten. En dan donderdag eventueel, als je toch wilt trainen, al is maar even in ieder geval core, dus abs sowieso altijd goed. Hè? Of misschien maar benen. Ja, ik hoop dat ik ja, korte video en een kort antwoord, Tom. Sowieso leuk dat je mijn video's kijkt en super dope, jongen, dat je zo goed bezig bent. Ja, misschien nog wat algemener voor mensen. Ja, ik krijg dit soort vragen heb ik echt duizenden gekregen in de jaren dat ik het Renato Fitness YouTube kanaal run. Ik weet niet hoe lang run ik dat al eigenlijk. Een jaar of, ik weet niet, 8 jaar, 7 jaar? Zoiets, waar je dus vragen kunt stellen. Kan nog steeds, hè? Dus je kunt alle vragen over training, voeding. Hè? Ik ga binnenkort het hele kanaal uitbreiden met alle andere dingen die ik doe. Hè? Dus van zelfverdediging tot ondernemen. Hè? Dat is natuurlijk een groot ding wat onderdeel is van mijn leven. Hè? Daarom heb ik ook eigenlijk de videokanaal, vooral het Renato Fitness, Renato Training. Hè? Starten van een eigen bedrijf, marketing. Al dat soort dingen. Kan ook. Maar natuurlijk gecentreerd is natuurlijk altijd fysieke training en voeding. Omdat ik gewoon vind, nee Siri, ik heb je niet nodig. Omdat dat gewoon de basis is van dat je werkt. Snap je? Als je ongezond bent, als je ongezond leeft, je hebt weinig energie, je slaapt slecht. En je bent een dikke pad en langzaam en zwak. Ja, dan kun je wel een eigen zaak willen beginnen, of een eigen bedrijf willen beginnen, of een side hustle. En daar heb ik echt superveel gedaan. Want ja, ik ben business coach. En heb heel veel ondernemers en grote bedrijven heb ik geholpen met bijvoorbeeld hun marketing of een online presence. En dan zie je gewoon ondernemers die hebben gewoon van basis uit, hebben die gewoon een hele slechte start om mee te beginnen. Want ja, als je gewoon heel ongezond bent, heb je gewoon minder energie, ben je minder creatief, kun je minder snel denken, ben je veel meer eigenlijk, hou je jezelf tegen op allerlei andere gebieden. En dan hebben we het niet eens over jezelf, je familie of de mensen om je heen beschermen, daar kunnen we niet eens aan beginnen. als je gewoon niet voor jezelf kunt zorgen. Dus fysieke training, voeding is gewoon de basis. Leefstijl noemen ze dat tegenwoordig. Maar dat is de basis waarvan je alle andere dingen kunt doen. Voor jou, Tom, ben je keigoed bezig. En voor de rest, jongens, vragen? Stuur maar in. Train ze.